We hebben vandaag de tweede dag van de beurs en wat we heel erg zien vandaag in tegenstelling tot gisteren. Gisteren zag je heel veel mensen die gewoon echt uit belangstelling komen kijken. Vandaag zie je veel meer vakgericht publiek. Dat heeft ook te maken met het feit dat tuinders de eerste twee dagen van de week eerst hun werk willen afmaken. En daarna naar de beurs gaan. Vandaar dat we dat verschil heel erg zien met gisteren. En het is ook gewoon veel drukker daardoor gelijk ook. En de gesprekken die je hebt zijn ook veel meer teeltgericht gelijk en ook vakgericht. Het valt op, gisteren was het qua rustiger qua aantal bezoekers. Je ziet dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die er gisteren waren was een stukje hoger dan vandaag. Wat concreet betekent, het aantal telers wat er vandaag aanwezig is op de beurs is gewoon groter. Dat merk je ook aan het aantal mensen die je in je stand hebt en interesse om een gesprek met zon aan te gaan.